Ja, Marc Calu van de Kansspelcommissie. Om te beginnen, heeft die Franse organisator gelijk? Verbiedt de Belgische wet Unibet om te maken in België? Ik zal het heel eenvoudig duiden. Ja. Het is zo, in België worden kansspelen geregeld door de Kansspelwet, de wet van 7 mei 1999. En die stelt duidelijk dat voor het uitbaten van kansspelen er een vergunning nodig is. Nu, voor internet zijn er geen vergunningen mogelijk, dus... Dat is verboden. Zijn ze verboden. Maar het gaat nog verder. Het is ook verboden van reclame te voeren voor illegale ondernemingen. Dus hier zou ik de feiten kunnen rechtstaan en voortgaan. Het is heel duidelijk. En men weet dat ook. Ja, waarom doet u er dan niets aan? Wel, het is niet aan mij om daar iets aan te doen. De Kansspelcommissie heeft een bevoegdheid om controles uit te voeren, om te constateren, vast te stellen, met middel van procesverbaal. En die wordt dan overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings. Ja, moment, hebt u dat zondag gedaan in de Ronde van Vlaanderen? Uiteraard. Dus er is daar een procesverbaal opgesteld? Er is daar een procesverbaal opgesteld, dat is consequent. Ik denk dat dat... En ik heb dat al in verschillende interviews nu gehoord. Ja, men doet er niks aan. Nee, de Kansspelcommissie heeft consequent PV's opgesteld. Uiteraard niet bij iedere koers, dat zou ons, laten we zeggen, een beetje te ver brengen. Maar op regelmatige basis hebben wij gemeld aan het parket dat er iets fout loopt met Unibet. Oké, nu heeft Unibet ook een voorganger, Mr. Bookmaker. Die zijn al jaren in het peloton aanwezig. Zegt u mij nu dat u al jaren processen verbaal opstaat? Dat zeg ik u. Dat is toch duidelijk? Ja. Nee. Dat betekent dan ook dat de parketten er niets mee doen? Dat is een andere zaak. Het agenda niet vast van degenen die het crimineel beleid gaan voeren. Het is ten eerste een zeer complexe materie, de kansspelwetgeving. En ik betreur ook wel enigszins... U zei dat simpel was. U zei ja, de Belgische wet verbiedt dit. Inderdaad, maar ik heb ook gezegd... Dus waarom doen de parketten dan niet? U moet de bevoegdheden bekijken. Ik ben het parket niet. Ja. Het parket moet in deze, is aan zet, moet in deze handelen. En ik denk dat, dat men hier te maken heeft met een bijzonder complex dossier dat men niet in 1, 2, 3 kan doen. En, laat ons duidelijk wezen, misschien werkt de gerechtelijke molen traag, maar hij maalt wel fijn. Ja. Laat dat een boodschap wezen. Ja, zou het u met mij eens zijn dat het toch een beetje te traag is? Dat is uw positie hierin. Ik weet hoe moeilijk het dossier zit, hoe complex. Ja, u mag niet vergeten. En ik wil me ook niet focussen op Unibet. Ik heb het hier over internetgokbedrijven in het algemeen. Wij focussen ons niet op Unibet. Maar het was eerst een Maltese organisatie. Dan werd het een Zweedse. Toen verhuisden ze naar Curaçao en nog enkele exotische paradijzen. Nu zijn ze terug in Malta. Het is ook niet altijd zo eenvoudig om dat te volgen. Nog een element. Zijn organisatoren van een wielerkoers mee verantwoordelijk? Wel... Men heeft het reeds gezegd, het is strafrecht. Dus mededader of medeplichtige, ik ga hier niet naar het technische onderscheid gaan werken, maar die zijn uiteraard ook verantwoordelijk, want de wet zegt duidelijk, ieder die publiciteit maakt. Ja, maar nu heb ik de organisator van Gent-Wevelgem morgen gezien en ook blijkbaar iemand van Unibet, die zeggen, wij gaan gewoon starten. U staat voor apen eigenlijk, hè? Voor aap staan is een groot feit. Laat ik zeggen, wie laatst lacht, best lacht. Alhoewel dat misschien misplaatst is in deze context. Want het is dus een ernstig dossier. En het is, ik weet dus dat men dus inderdaad met dit dossier bezig is. Maar goed, de reis begint met een stap. Men is nog niet aan het einde, blijkbaar. Wat zijn de straffen die erop staan? Toch tamelijk zwaar. Voor de publiciteit gaat dat tot 3 jaar en 25.000 euro of een van deze straffen alleen. Is het voor u voldoende als er morgen gestart wordt met het beroemde vraagteken? Dan zou op zijn minst de publiciteit al weg zijn. Maar vergeet niet dat men reeds eerder gestart heeft, bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen. Ja, maar dan is er geen nieuwe inbreuk in elk geval. Dan is dat inderdaad geen nieuwe. En dat zou ook een teken zijn van goede wil. Want ik wil toch eventjes duiden dat we hier niet zitten als een bloedraad of een soort inquisitie. Maar dat we dus ook structureel bezig zijn. Wij doen voorstellen, we hebben een voorstel gedaan naar de minister van Justitie toe om daar structureel veranderingen aan te brengen in de weddenschappen. Momenteel... Ja, tot mijn grote spijt. Rust dit in het parlement voor het ogenblik. Het is nodig van er ook iets aan te veranderen. Aan dat internetgokken, aan die weddenschappen. Het is nodig van structureel daar iets aan te veranderen. Maar dat verandert niks aan de zaak die ons vandaag bezighoudt. En ik blijf erbij. Ja, het is verboden. Ja, het is verboden. Nu, u zei wel, met een vraagteken rijden zou voor u geen inbreuk meer betekenen. ASO, die Franse organisator, gaat veel verder. Die zegt gewoon niet starten. Die gaan dus te ver.
Ja, dat is weer iets dat u probeert in mijn schoenen te schuiven. Ik ben hier niet pas maar de logica toe van wat u zegt. Ik ben hier de vertegenwoordiger niet van ASO. Dus wat zij zeggen is voor genderrekening, ik ga er niet op in. Voor ons, ik hou mij aan de letter van de wet. En die zegt geen publiciteit. Als er daar een vraagteken op staat, ja goed, ja, dan is dat geen publiciteit voor ons. Ja, maar kort en goed en samenvattend, als er morgen gestart wordt met Unibet op het truitje, dan is dat een inbreuk van de Belgische wet, volgens strafrecht. Dat kan ik maar nogmaals benadrukken, dat het zo is. Bedankt voor het duidelijke antwoord, Mark Kalu. Geen enkel probleem. De val van Saddam.